Zeg, wat is dat? Nee. Ja, blij dat we weer een programma erbij hebben. Weet je, wij al lastig weer. Ja, we waren van hoofd natuurlijk. Hoofd van hoofd? Nee, jongen, die lucht die ligt hier altijd. Sneeuwklokje geplant, dat groeit als eerste. En daarna volgt een hele hoop Scilla Siberica. De blauwe, en de grote blauwe kleur. Die gaat over in de witte kleur van de bosanemoon. En het lichtblauwe van de sneeuwroem. Met een paar toefjes roze van de vingerhelmbloem. En dan volgt de boshyacinth. Blauw, april. Gevolgd door de iets grotere spatie sinds die dus in mei bloeit. En op de lichte stukken staat ook een knikker vogelmelk. En die bloeit een beetje wit-zilver. Ja, en dan hebben we het hele voorjaarsseizoen gehad. Ja. We hebben het blad en de boom. Dan komt het blad aan de boom. Ja, zit het blad al aan de boom. Ja. Dus de laatst bloeiende soort knikker vogelmelk die staat ook alleen op de lichte plekken. Waar dus geen, waar geen schaduw is. Ja. En dan hebben we vooraan natuurlijk wat toefjes, iets gecultiveerde bolletjes geplant. Opvallend roze krokus, blauw druifje staat er. Dat heb ik nog meer geplant. Ook ster hyacinth, een donkerblauwe die dus in maart bloeit. En
een soort die met een iets grotere bloem. En nog een narcisje, wit-geel bloeiend. Ja. De Narcissus sailboat. Sailboat? Ja. Oh. Dat zit erin? Ja. Ja, ja. Ja, dus, nou, spannend. Een paar duizend bollen bij elkaar. Duizend bollen. Ja, ja, 3 dagen werk met z'n tweeën. Dus ik ben benieuwd. Het voorjaar. Ja. Ja, kom maar langs. Ja? Ja, als ik in het land ben, kom ik zeker langs. En anders zie ik het graag op, op Facebook, hè, met de camera. En die hebben ze allemaal nieuwsgierig. Ja.